het leven van een vrouw. Gaat het? Los Angeles, 1949. New York, 1998. En Engeland, 1923. Ik leef dagelijks met de angst dat jij wegloopt. Ik leef daar ook mee. Hoe is het mogelijk nog steeds spijt te voelen? We hadden man en vrouw kunnen zijn, zielsverwant. Winter came and made it all look alive. Soms vraag ik me af of andere vrouwen ook over zichzelf denken. Zie hier een briljante geest die liever ergens anders zou willen zijn. Een dag in het leven van een vrouw. Eén dag. En in die dag haar hele leven. Tomaten keuren, bloemen kopen, onder een haardroger zitten, kinderen krijgen, omdat het haar plicht is. Ik wou dat ik kon zeggen dat ik spijt heb. Maar kan je over spijt spreken als je geen keuze hebt?